Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Sis Madeline en ik ben een weekend in Maastricht geweest op uitnodiging van Dormio Hotel Resorts. En ik ga jullie een roomtour geven door hoe zo'n appartementkamer eruit ziet in het Panorama Hotel. Kijken jullie mee? Dus, hier kom je mijn kamer binnen en je ziet eigenlijk gelijk het bed dat zeer erg is opgeruimd. Dat is wel typisch mij. We doen de deur even dicht. En dan heb je hier de kast met wat videoapparatuur voor mij. En kleding. Prachtig. Niet verwacht hè, Miro. Nou, daarnaast heb je dus een soort van bureau staan met een stoel en allemaal spullen van mij. Een fles water. En daarlangs staat nog een koffieautomaat en thee. En een hele mooie spiegel waarin ik mezelf kan filmen. Hoi, dat zijn jullie. Die camera. Nou. Je kan dus vanuit de spiegel ook naar je bed kijken. Daarlangs heb je nog een lamp staan en mijn koffer. Daarnaast hebben we een stoel met allemaal kleding, mijn paniekaanvalknuffel en tas. Voor het bed heb je nog handdoekjes en dan heb je het bed. Langs het bed heb je twee kastjes, een klein kastje en een groot kastje. Daar heb ik nog videoapparatuur van mij op staan. Maar daarboven heb je eventueel ook nog planken om dingen neer te leggen. Dan is dit het uitzicht vanuit mijn kamer. Je kan dus heel mooi naar beneden kijken, omdat het Panorama Hotel is. En daarlangs zie je balkonnen en daar komen we straks nog op. Je kan hier dus ook kijken naar de huisjes die mensen hebben geboekt en zo. Want je kan ook huisjes huren op het resort. Nou, dan aan de andere kant van mijn bed heb je weer zo'n systeem met kastjes en planken en nog een grote spiegel. Dan gaan we naar de badkamer. En allereerst hebben we een douche. Ook wel handig. Daarlangs hebben we een toilet. En dan hebben we hier de wasbak met al mijn spullen nog. Prachtig, daar zijn we weer. Hallo jullie. En nog een handdoek. Nou, dan gaan we dus naar de andere kamer. Want zo'n kamer bestaat dus uit twee kamers. En dit is de woonkamer in principe. Nou, dan hebben we hier dus de tafel met mijn laptop waar ik heel het weekend achter heb gewerkt. Dan heb je hier nog een tv en dus die tafel. Dan heb je nog een hele keuken, inclusief magnetron oven. En gewoon koelkast en zo natuurlijk. Lekker opgeruimd weer. Nou, dan heb je hier dus de deur om naar buiten te gaan richting het balkon. En daar links zie je de kamer waar ik zit. En dan is dit het uitzicht vanaf het balkon. Deze kun je dus helemaal rondom lopen. De stoel is omgevallen, zie ik. Maar dit is oprecht een best wel ruim balkon. Nou, dan gaan we weer naar binnen. En dan daarachter in die witte deur is nog de kamer van mijn ouders. Dus als je nog een goed hotel zoekt bij een leuk park met leuk uitzicht, ga hierheen. En als je het weer leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop, zodat je nooit meer melding van mij hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat dan in de comments weten wat video's jij er mailt zien in mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei!